Het spaar- en stabiliteitsfonds kan het best vergeleken worden met een spaarpot, waaruit onder bepaalde condities geput kan worden om onvoorziene uitgaven te dekken. Dit zei NDP-parlementariër Amzat Abdul vandaag in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de wet Spaar- en Stabiliteitsfonds Suriname 2016. Volgens Abdul is het nooit te laat om te sparen, zelfs niet tijdens de huidige economische crisis. En ik ben blij, voorzitter, echt, ik ben blij dat de crisis ons leert om orde op zaken te stellen. Dat de crisis ons leert om ons land veel beter te ordenen. Dat de crisis ons leert, voorzitter, van datgene in place te brengen dat wij in periode van groei hebben nagelaten. Het is de bedoeling om met dit fonds de overheidsfinanciën te beschermen tegen scherpe prijsfluctuaties op de internationale markt voor mijnbouwproducten en tegen onvoorziene extra uitgaven in een noodsituatie. En om de diversificatie van de staatsinkomsten te bevorderen en een permanente inkomstenstroom voor latere Surinaamse generaties te genereren. Volgens Abdul worden de stortingen verricht in de periode wanneer de inkomsten van de mijnbouw toenemen. Wanneer de hulpbronnen zijn uitgeput en de inkomsten zijn ontvangen en weer uitgegeven, is er geen inkomstenstroom meer, geeft hij aan. Door het storten van een deel van de omzet, met name de meeropbrengsten in het fonds, zal Suriname verzekerd zijn van een permanent voordeel voor toekomstige generaties. Ons land zal evenwel alles aan moeten doen om ook in de toekomst deze gunstige trend van groei en fiscale overschotten te handhaven en ervoor moeten waken dat de groei niet omslaat in een crisissituatie die de in het fonds gestorte gelden zal opslokken. Dit fonds geeft samenvattend gezegd, voorzitter, een spaarfunctie en een stabilisatiefunctie. En hieruit vloeien de bovengenoemde doelen. Dat was assembleelid Amzat Abdul van de NDP. Hij sprak vandaag in de Nationale Assemblée bij de behandeling van de wet Spaar- en Stabiliteitsfonds Suriname 2016.